Oh. Jongens, ik kan niet komen. Yo, dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien, zit ik lekker bij snorren in de bank. Maar goed, dames en heren, wat gaan we vandaag doen? Vandaag heb ik weer een nieuwe houten prank voor jullie. En onderlaatst heb ik dus een aantal van deze video's gedropt. Super veel mensen vonden het leuk, dus ik dacht ik ga gewoon door met deze serie. En deze serie kun je dus één keer in de zoveel tijd verwachten op mijn kanaal. Ik zal het jullie even uitleggen. Ik ga dus in deze serie jullie laten zien hoe je iemand kunt pranken. En ik ga niet zelf iemand pranken. Dat is wel even belangrijk om te weten. Want anders gaan mensen allemaal reageren van, oh, die prank is nep. Oh, die prank is echt fucking fake, man. Die prank was fucking fake. Ik zal zeggen, let's go. Oké, ik denk dat dit een van de ziekste houten pranks van worden die ik momenteel heb gedaan. Maar hij is eigenlijk niet heel moeilijk. Hij is best wel simpel om te doen. En ik denk dat eigenlijk bijna iedereen die deze video nu kijkt het misschien wel gelijk kan doen. Op één dingetje na, want misschien mis je één onderdeel, maar dat zou je dan even kunnen kopen. Oké, we gaan ook gewoon line van action, seconde line. Nou, zoals jullie kunnen zien hier, dit is het momenteel en ziet er al best wel fucked up uit. Momenteel ziet het er zo uit en het doet niet echt pijn of zo, maar je voelt zeg maar wel dat je huid aan elkaar vastgelijmd is en dat het eigenlijk continu een trek is. Dus ik denk zelf als ik nu nog eentje bij doe, dat het eigenlijk het huid weer loslaat, maar we gaan het gewoon proberen, want ik wil er eigenlijk 3 in hebben. Oké, jongens, ze zitten alle 3 erin, alleen ik vind eigenlijk die puntjes niet goed afgewerkt. Kijk, zoals jullie kunnen zien, er zitten heel veel lijmresten op, waardoor het eigenlijk misschien toch wel een beetje minder geloofwaardig wordt. Nu het bloed erbij doen. Jongens, ik kan niet komen! Hey! Ik kan niet komen, Swa. Ik ben gewond, maat. Ik ben gewond. Hoe is hij? Hé, niet aanzitten, hè? Hé, hey, we hebben nu nog voor Chris. En voor Chris? Ja. Goed bezig. Maar hoe gaat het met het fanaccount, jongens? Ja, oh, ja, gaat wel lekker. Bijna 160. Geef maar een shout-out in de vlog. Het Prankster Fan Account Official. En ja, we zetten er gewoon allemaal shit in. Mensen, ja, iedereen die deze kijkt, de volgende natuurlijk. Hey, jullie moeten even helpen. John heeft zijn arm gestoten. John, ja, kom eens kijken dan. Dit is sowieso gek. Hè? Ah, maat. Prank. Ze straf erin. Ze komen omdat ze allemaal weten wat pranks zijn. Oké, mensen, nou, dit was de prank. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Ja, ik moet eerlijk toegeven, de mensen die aan de deur komen, die schrokken allemaal niet. Maar ja, het is ook natuurlijk niet echt de scenario wat je wilt, want de mensen bellen hier aan. Dus zo een beetje in de dag, oh, is dat een prank aan de deur? En dan doe je open en dan kom je met de camera aanlopen. Dan weten ze eigenlijk al gelijk dat er wat aan de hand is. Dus op deze manier kon de prank niet echt slagen. Maar nogmaals, dit is het. En ja, ik vind het echt ziek. Maar het zou nog netter kunnen, je zou nog het lijm ja, iets netter kunnen doen aan het begin. Dan hou je minder lijmresten over en heb je dus iets netter. Maar goed, ik zou zeggen, laten we gewoon weer voor de 5000 likes gaan. Als we de 5000 likes halen, komt er gewoon weer een nieuwe houten prank, mensen. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden en een leuke serie. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!